Met herstelwerkzaamheden aan een gedeelte van de onderhoudsweg aan de voet van de Afobakkadam heeft het team van Staatsolie Power Company Suriname, SPCS NV, ervoor gezorgd dat van afkalving in de toekomst geen sprake meer zal zijn. Deze verzekering gaf Naresh Surjbali, HSE superintendent van Staatsolie, tijdens een rondleiding aan een groep journalisten bij de Afobakkadam. Om te zorgen dat regenwater geen impact meer heeft op hulpdammen, zijn buizen geplaatst om hemelwater in het vervolg te geleiden naar een veilige plek. Surjbali geeft aan dat dit er niet eerder was, maar om te voorkomen dat hetzelfde zich herhaalt, zijn er nu extra voorzorgsmaatregelen getroffen. Bij de afkalving van afgelopen maandag is het regenwater dat op de damlichamen is gevallen in grote hoeveelheid via een zogeheten lowspot naar beneden gestroomd, wat de afkalving heeft veroorzaakt. De geplaatste buizen zullen zulks in het vervolg moeten helpen voorkomen. Wanneer het regent, dan moet hemelwater afgevoerd worden. En wanneer hij in het damlichaam valt, dan gaat het water zijn weg vinden naar de minste weerstand, dan gaat hij uitkomen. En het is goed dat we je willen zien uitkomen. Maar wat er gebeurde, wanneer hij te veel eruit komt en er is geen voorziening getroffen, want dat is laatst gebeurd, is hij naar het lowspot gegaan. Ja. Wat we nu hebben gedaan is, we hebben een buis geplaatst, een drainbuis, om het water af te vangen, op te vangen. Oh. En dat wij naar beneden moeten gaan om te dischargen. Dus het komt daar beneden uit? Ja. Ja. En het gaat richting dus? Daar beneden. Oké. Okay. Ja. En om het water van hier op te vangen, dit hebben we opgevuld met steenslag om eigenlijk wat je wil. Het watersnelheid wil je verminderen. Maar als je dat niet doet, dan krijg je uitschuring. Daarom is dit ook opgevuld met watersnelheid en daar ook op te gaan af te breken. Surjbali zegt ook dat het gat welke was ontstaan door de afkalving nu ook anders is opgevuld. Hij benadrukt dat er vooral is gelet op de stabiliteit van de hulpdam. Okay, wat we hebben gedaan bij de reparatie, we hebben eigenlijk dat gat eerst geprofileerd en opgevuld met eerst een laagje geotextiel en dan opgevuld met greppel, niet meer met hetzelfde soort materiaal. Waarom? We wilden boulders plaatsen voor stabiliteit, stenen voor stabiliteit, maar ook als het water toch daar gaat, dat het water door mijn stenen, want die heeft voids, en dat het water afvoert. Vandaar voor die repair methode. De Staatsolie kan wel garanderen of ja, ervoor zorgen dat dit in het vervolg niet meer gebeurt. Ja, wat we hier hebben gedaan, het key was watersnelheid doen afnemen en de discharge naar dat punt significant doen verminderen. En dat is dus hier gedaan met het repair method dat we hebben toegepast. In de presentatie aan de groep journalisten heeft het team van SPCS ook benadrukt dat rekening wordt gehouden met de neerslag die Suriname kan ervaren in de komende periode.